Wat vindt u van de Friese taal? Ja, dat is moeilijk. Omdat als je als laten we zeggen, Hollander noem ik het dan maar even in Friesland bent. Dan heb je niet de aandrang om die taal te leren. Ik vind het wel mooi om te horen. En je uiteindelijk na een aantal jaren begrijp je wel wat njoggertig en zo betekent. Ja, maar, ja. maar een hele discussie die gaat nog een beetje bij u langs volgens mij. Dat wil niet, nee. Maar u zegt van, oké, die Friese taal hebben jullie wel in stand gehouden. Ja, dat vind ik wel. Ik kom zelf niet uit Friesland, dus nee. Maar wat vind je van een Friese taal? Dat het best nog wel gesproken wordt hier. Is dat mooi of is het lastig als je hier niet vandaan komt? Ja, ik vind het eigenlijk wel leuk. Het is gewoon, het klinkt wel gezellig en ja. Zou je het zelf machtig willen zijn, het Fries? Nou, dat vind ik niet per se nodig. Ik studeer hier alleen, dus daar spreekt ook iedereen Nederlands gewoon. Ja. En na je studie, dan hoor jij nooit meer Fries volgens mij, hoor. Nou, dat weet ik nog niet. Dat duurt nog zo lang. Friese taal, belangrijk voor u? Ja, dat is zeker. Maar hoe belangrijk? Blijf even staan. Blijf even staan. Nee, die bus komt er zo aan. Maar hoe belangrijk is Friese taal voor u? Nou, heel belangrijk. Oh. Prachtig. Ik spreek het niet. U hoort het wel. Ik heb een zachte G, maar ik vind het een prachtige taal. Ja. Dus ik ben erg voor in stand houden van het Fries. In stand houden van het Fries, er zijn vaak wel discussies over, maar u zegt van, nou, als die taal er is, als een echte taal, dan moet je het ook houden en uitvoeren. En dan, dat vind ik wel, ja. Ja, daar moet je trots op zijn. U zegt, ik hoor het wel in u, u komt niet uit Friesland, waar u wegkomt, wordt volgens mij ook wel met dialect gesproken. Dat is dialect, ja. Ja, die zachte. En dat is toch anders dan een taal? Dat vind ik toch anders dan een taal, ja. Ja, het is een manier van uitspreken, maar een taal heeft gewoon helemaal zijn eigen ontwikkelingen, zijn eigen woorden en zijn eigen uitdrukkingen. En, Fries in de media, we hebben een Friestalige regionale zender. Kijkt u daar wel eens naar of zegt u van, ja, dan gaat er alles langs me heen? Af en toe kijk ik er wel eens naar. Als er echt iets specifieks is wat ik wil weten. Ik woon ook eigenlijk niet in Fries, ik werk alleen maar in Friesland. Dus vandaar, ik woon in Groningen. Maar ik voel me wel verbonden met Friesland. En daar hoort de Friese taal ook bij? De Friese taal zeker bij, ja. Friese taal, belangrijk voor je? Ja. Hoe belangrijk? Best wel belangrijk. Spreek je het elke dag? Ja, thuis wel. Op school niet. Jammer dat je niet op school spreekt. Ja, best wel. En de Friese taal en de media, dat zou meer moeten? Of zoals het nu gaat? Nee, dat vind ik niet. Nee? Nee. Dat vind ik een beetje raar. Ja, zo. Nee, ik vind de Friese taal op media niet zo mooi. Ik kom hier niet weg, maar mijn opleiding is al Fries. Dus het is inderdaad vrij belangrijk op dit moment. Maar ik probeer het te leren. Het is moeilijk. Het is ook moeilijk te leren, maar ik ben helemaal bezig. Het is best wel belangrijk, ja. Maar je zegt, Fries is wel belangrijk om dat te behouden en het misschien eventueel ook te gaan spreken? Ja, precies. Ja. Het is op zich voor je opleiding, dat is ook, als je hier bent, je hoort ook mensen die spreken ook gewoon alleen maar Fries. En dat is op zich onmakkelijk om dus gewoon het te spreken, inderdaad, want je bent er nu toch. Ja. En leren is dan op zich toch wel een optie. Nou, ik spreek het dagelijks. Ja. Ja. Nou, ik ben wel een Fries, maar ik praat eigenlijk niet Fries, want ik kom van het beeld. Oh, dan hebben we een hele andere taal, hè? Ja, zeker. Maar daarom ken ik wel Fries, hoor. Ja, maar oké. Okay. Maar Fries, belangrijk om dat in stand te houden? Ja, ik vind het wel belangrijk om dat in stand te houden. Ja, ja, want het is natuurlijk het jet even oors als het beeld, hè? Ja, inderdaad. Maar ik ben nu 55 jaar op het beeld, dus daarom praat ik beeld. Ja. Maar daarom doe ik nog wel Fries. En Friese media, zoals Fries in de kranten en op televisie, dat kijk je ook? Ja, dat vind ik wel mooi. En is dat wel vragen? Is dat dan ook mooier dan als het in het Nederlands zou zijn? Ja, het is wat duidelijker. Ja. Dus dat moet gewoon blijven. Want er zijn natuurlijk wel eens discussie dat het allemaal anders moet, hè? Ja, nee, het moet mooi blijven.